Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie is een van de trekkers van het trainingstrajectproject dat vanuit de Interdevelopment Bank IDB en Compete Caribbean Partnership Facility, afgekort CCPF, en namens het Noord-Komowijnen Cluster Toerisme NCTC wordt uitgevoerd. Het doel van het traject is om de toerismesector en de klein- en middelgrote ondernemingen, KMO, van Noord-Komowijnen een stapje hoger te laten ontwikkelen. De training werd verzorgd door de secretaris van de gidsenorganisatie, Errol Gesius, en de opening van het trainingstraject heeft plaatsgevonden op donderdag 26 oktober 2023 in de vergaderzaal van het districtscommissariaat van Komowijnen. Er wordt vandaag een training verzorgd om de skills van gidsen te versterken. En het ministerie heeft een bijdrage in de zin dat het ministerie staat voor ondernemerschap, voor innovatie, voor trainingen als het gaat om het versterken van ondernemerschap. En dat past er uiteraard helemaal bij. Er zijn ook mensen van het ministerie die dit project hebben voorbereid, die dit project hebben gepitcht aan Compete Caribbean van de IDB voor de financiering. En dat is gelukkig toegezegd geworden. En het is vandaag een feit. De trainingen worden verzorgd. En daar zijn we als ministerie bijzonder trots op. Nou, de gidsen krijgen een hele reeks aan presentaties, aan trainingen. Het gaat erom dat ze hun skills versterken. In het bijzonder dat ze daadwerkelijk in staat zijn Noord-Komowijnen als toerismeproduct te verkopen. Daarin te kunnen ondernemen. En daarmee zo bijdragen aan de economie, bijdragen aan de groei van Komowijnen. Het is een stukje zelfredzaamheid dat de gidsen in staat zijn hun services, hun diensten, hun onderneming, zo groot of klein het mag zijn, op een bepaalde manier uit te voeren dat op standaard is of van een bepaalde kwaliteit is. Vooral als je denkt aan de toekomstige ontwikkelingen van Suriname, de oil and gas, de local content development. Er komen heel veel buitenlanders binnenkort als expats. Die moeten ook hun vrije tijd goed besteden. Die zullen ook zoeken naar recreatie. Dan moet Noord-Komowijnen ready zijn. Niet alleen dat Noord-Komowijnen heel veel natuur, cultuur, geschiedenis te bieden heeft, maar ook top service. Dat de gidsen ook weten hoe een buitenlander, hoe mensen die betalen voor recreatie in het toerisme, hoe ze hun moeten benaderen in hun service, in de kwaliteit, in de communicatie, in de customer service dat ze aanbieden. Ten eerste wordt Komowijnen er beter van, want als het toerisme in Komowijnen beter gaat, zal ook alles eromheen groeien. Denk maar aan de verschillende restauranten, denk maar aan de transportbedrijven. Dus het is een werkgelegenheid. Het is werkgelegenheid voor een heleboel mensen, voor een heleboel ondernemingen. Maar behalve Komowijnen, dat Komowijnen kan groeien hierdoor, dat de toerisme kan groeien hierdoor, is het ook belangrijk voor Suriname. Ik ben van Museum Bakkie, maar vandaag vertegenwoordig ik Noord-Komowijnen Tourism Cluster. Een aantal jaar geleden zijn we eigenlijk gaan samenwerken met alle stakeholders in het gebied. Verlevingsdorp, Peperpot, Nieuw Amsterdam, Mariënbos, noem maar op. Om eigenlijk dit gebied samen te gaan promoten. Dus we willen niet alleen maar onze plek promoten, maar ook heel Komowijnen. Mensen kunnen niet alleen naar één plek komen, ze moeten eerst naar Komowijnen komen. Zelfs eerst naar Suriname komen. Dat is het begin geweest en voor dat idee hebben we wat geld gezocht bij de IDB, bij Compete Caribbean. Dat is gelukt. We hebben wat geld gewonnen daarvoor, dit project. En dat is eigenlijk echt een promotieproject. Hè. Dus eigenlijk website, banners, online marketing, travel fairs, dat soort zaken. Dus dat gaat nu allemaal lopen, die promotie. Maar als we goed willen promoten, dan moet ik ook die gidsen in het veld zelf, die moet ook goed zijn. En daarom zijn we vandaag hier, om ook die gidsen te trainen. Dat als werkelijk er meer bezoekers komen met euro's en US-dollars, dat ook die gidsen een goed verhaal hebben wat een beetje klopt en daar ook aan mee kunnen verdienen. Want dat is de bedoeling, dat eigenlijk de omgeving er ook beter van wordt. Wij zijn een van de initiatiefnemers van het project, dus we moeten ook enthousiast zijn natuurlijk. Hè? Maar wat ik al zeg, iets in Suriname ontwikkelen is een marathon en dan moet je heel veel kleine stapjes doen. Dus, ja, je kan niet bij elk klein stapje gelijk enthousiast blijven, maar je moet blijven lopen, zeggen we wel. Er zijn dus in dit programma zijn er twee trainingen, één voor kleine ondernemers en ik geef dus de training voor tourguides. En de bedoeling is dat het tourguides zijn die betrokken zijn of die wonen in het
Noord-Komowene gebied, met name Noord-Komowene. En wanneer we praten over Noord-Komowene, dan bedoelen we dus de rechteroever, de linker- en rechteroever van de Komowene rivier, tot de Motkreek en de Atlantische Oceaan. Dus dat stukje van Noord-Komowene. Dus het is voor die groep mensen, gidsen en beginnende gidsen. Nou, ze kunnen dus heel veel gidstechnieken leren, want er zijn... Ik ben zelf ook begonnen als on the job. Hè. Ik heb geen gidsentraining genoten toen ik pas begon. En dan zie je, merk je dat je sommige vaardigheden mist. Dus het is nu een hele goede kans voor de gidsen die zich hebben aangesloten om de gidsvaardigheden gelijk te leren. Dingen als houding en stemvolume en hoe je je moet opstellen wanneer je gasten ontvangt. Hoe je kan gedragen, je welkom heten. Dus behalve dat kunnen ze ook een aantal, krijgen ze ook kennis over het gebied zelf. Dus dan weet je veel meer over Noord-Komowene zelf, want dat wil men stimuleren tot een groot toeristische trekpleister. Tot slot hebben de gidsen een rondleiding gekregen in het Openluchtmuseum van Suriname, onder leiding van Marlon Madasrip, waarbij ze over de geschiedenis, cultuur en de natuur van het district Komowene konden leren.